Beste leden van de pers, lieve mensen van Dekens, dank u wel eerst en vooral voor de locatie ter beschikking te stellen en ook voor de sponsoring en partnership dat jullie gedaan hebben met ons. Iedereen welkom uiteraard op de persconferentie van de Bonobos. Nu, de Bonobos is een heel moeilijk stuk van Laurent Baffy. Eigenlijk een beetje de opvolger van Getikt, Tok Tok, die wij vorig jaar brachten met veel bravoure. Toen was de regie in handen van Nadine de Rijke. En ze heeft zich zodanig geamuseerd met dat stuk, hè, want zij voelt zich vertrouwd met eigenlijk de auteur, dat zij gezegd heeft, ik wil die Bonobos ook regisseren. Nu we zijn weer eens gaan kijken naar het EWT in Antwerpen, naar de Bonobos, want Frank de Kaai die daar huisregisseur, huisauteur is, heeft dus ook die vertaling gedaan, zowel van Getikt als van de Bonobos. En hij zei toen van, ja, Getikt was moeilijk, maar de Bonobos gaat nog een stukje verder. Dat is moeilijkheidsgraad maal 5. Theatertechnisch heel hoogstaand, want alles valt of staat met techniek. Dus we hebben daar goed over nagedacht. En een jaar later hebben we toch beslist van, oké, we gaan toch... gaan we het ons toch wagen? We hebben ook al voor hete vuur staan in het verleden. Waarom zouden we dat er niet kunnen bijpakken? Inderdaad, het valt en staat met de techniek, maar niet met dat alleen. Het is een volledig team die echt op elkaar moet ingespeeld zijn. Want zo kunnen we pas tot een goed eind brengen. Het is weerom de typische Baffy. De fijne Franse humor die erin zit. Het 1-2... gehalte altijd van tak, 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 tak naar elkaar toe. Laat ons zeggen, het is van in begin tot einde, ja, voor een hilarische komedie. Dus zoals Johan zei, het zijn drie vrienden die in hetzelfde appartementsgebouw wonen. Ze kennen elkaar al 30 jaar en ja, ze hebben een beperking en daardoor moeten ze soms bij de meisjes van het plezier gaan. Maar ze zijn dat eigenlijk een beetje beu, want ze zouden liever gewone dames leren kennen. En daarom richten ze een datingsite op. Weliswaar een datingsite waar dan drie dames maar ingeschreven zijn. Daar begint het al. En een handicap, doof, stom en blind, mag uiteraard voor de dames in kwestie niet zichtbaar zijn. Dus... ik denk dat je kunt voorstellen wat er al gaat gebeuren. Ik ga beginnen met ons vrouwelijke actrices. Loes speelt Lea, de schoenenverkoopster van bij Dekens. U raadt het, schoenendekens. Dan hebben we Amber. Zij speelt Angelina, een verpleegster. En dan hebben we nog Caressa. Maar ja, die kon er spijtig genoeg niet bij zijn, want die is nog aan het werken. Voor ons mannelijke acteurs hebben we ons een blinde les. Wouters. Wouters, ja. Dat is nieuw, hè? De dove Johan. En is typecasting. Onze stomme, maar die is er spijtig genoeg ook niet, want die is ook aan het werk. Dat is Pieter de Puyon. Hij is al 2 maanden bezig ook met echte gebarentaal te leren. Ik ben het nu ook aan het leren met Caressa, want ja, het moet eigenlijk allemaal wel perfect zijn. Het moet niet wat bewegingsgezond, moet ook wel juist zijn. Hè. Dus, En ik wou ook zeggen, oké, het is nu de tweede keer dat Loes bij ons meedoet. Zijn persman. L'histoire répète, zeggen ze. Ja, de eerste keer was het met mijn zoon die regie deed en nu is de moeder die regie doet met Loes. En ik moet zeggen, wij allemaal, dat is voor ons een eer, want wij zijn nog altijd amateurs, ook al doen we ons uiterste best, maar we zijn geen professionelen, daar komt het dan ook neer. Is dat een eer dat ze met ons wil meedoen? Omgekeerd, ja, wij leren veel van haar en zij ziet toe dat een amateur moet vroeten en doen om aan alles te geraken met een minimum aan budget. Ja, dank u wel voor die mooie woorden. Ja, inderdaad, het is de tweede keer dat ik hier bij Scala terechtkom.
Ook omdat, omdat ik hier omarmd word in een heel toffe groep, in een heel toffe sfeer. En dat heeft mij natuurlijk over de streep getrokken om nog eens mee te doen. Ook al dat gezegd dat het liefhebbers zijn, amateurs, dat zeggen we niet. Bij mij is het natuurlijk mijn hoofdvak, hè, acteren. Voilà, dat is het enige verschil. Want voor de rest, de aanpak en alles wat erbij komt, is wel echt wel professioneel gedaan. En ook natuurlijk heel veel dank voor de sponsors, want anders zou het ook weer niet meer kunnen gebeuren. Doe het maar. Als je geld hebt, kun je natuurlijk alles doen. Dus ik ben heel dankbaar dat dit nog allemaal bestaat en zal hopelijk nog lang mogen blijven bestaan. Maar ze maken het ons niet gemakkelijk om toch nog kwalitatief goede stukken te brengen in deze omstandigheden. Dus vandaar ook onze grote dank voor de sponsors, want anders is het allemaal niet meer mogelijk dat we de mensen nog plezier kunnen brengen en laten lachen en een aangename avond te bezorgen. Dus bij deze... Ja, nee, echt waar. Ja. Goed, uiteraard, ik heb dat juist al gezegd, decor, techniek, alles is even belangrijk. Hè? Ik heb ooit van een regisseur van mij, een Anton Kogen, gehoord van theaterspelen, dat is zo'n dik zakuurwerk van 1900. Hè? Er zit vol met ratels, meer of 100, haalt dat kleinste eruit en je machine is kapot, je uurwerk marcheert. Dat is ook met theater zo.